het is al een langer lopend verhaal. Het is al een situatie wat denk ik de afgelopen 5 jaren speelt, waarbij incident op incident wordt gestapeld. Hoe merkt u dat? Is er een verschil tussen wat er bij de Woensdagse Support gebeurt en wat er in andere klinieken gebeurt? Nou, uit cijfers blijkt dat, dat er gemiddeld ongeveer 1 of 2 incidenten, grote incidenten heb ik het dan over, per jaar zijn. In het algemeen bij alle TBS-klinieken, dus per kliniek 1 à 2 incidenten zijn, gemiddeld. En dan zie je dat in het afgelopen jaar, of afgelopen paar jaar, de Woensdagse Support er wel, wel degelijk fors bovenuit steekt met zeker 4 tot 5 incidenten per jaar. En dan kun je wel zeggen dat er sprake is van een structureel probleem. U heeft als advocaat via uw cliënten ook regelmatig te maken met de Woensdagse Support. Hoe is het beeld dat daaruit naar voren komt? Ja, niet al te best. Nee. Ik kan u een voorbeeld geven van een cliënt die heeft aangegeven, die bij mij is gekomen omdat hij lang liep met een zware longontsteking. De kliniek, hij had meermalen aangegeven bij de kliniek, ik moet naar het ziekenhuis, er moet iets aan gebeuren. De psychiater deed het af met een paracetamolletje en zei van hou maar gewoon rust, dan komt het wel goed. Uiteindelijk, na lang aandringen, is hij toch een paar weken later aan het ziekenhuis gebracht en bleek dat hij een zware longontsteking had. Dus op die manier zie je dat hoe er met de hygiëne van patiënten wordt omgegaan. Is dat onmacht? Is dat onkunde? Waar is het aan te wijten, denkt u? Dat weet ik niet. Het is lastig om dat in te schatten. Over het algemeen kun je zeggen, en dan spreek ik even in wat bredere vorm over alle TBS-klinieken, dat er over het algemeen niet al te ervaren personeel rondloopt. Ik vergelijk het altijd. Eigenlijk zou de situatie moeten zijn dat als we het hebben over psychologen, sociotherapeuten, de mensen die werken in de klinieken, die zouden eigenlijk pas aan het eind van hun leven, als ze zoveel mogelijk ervaring hebben opgedaan op andere gebieden, moeten gaan werken in een TBS-kliniek. In de praktijk werkt het helaas andersom. Mensen beginnen hun carrière als psycholoog of als sociotherapeut bij een TBS-kliniek. En dan ontstaat er dus een situatie waarbij dus heel veel onervaren mensen komen te werken op een gebied wat juist heel veel ervaring en heel veel lastige situaties en lastige patiënten met zich brengt. Wat het probleem volgens mij is dat, althans wat ik te horen heb gekregen, is dat er dus personeelsleden bijvoorbeeld ook naar dancefeesten gaan waarop ook drugs wordt gebruikt. En dat patiënten die dus bijvoorbeeld verlof hebben daar ook naartoe gaan. Dus personeel en patiënten gaan samen naar dezelfde feesten toe. En gebruiken dus ook drugs bij die feesten. En dan word je dus als medewerker chantabel. Er was natuurlijk een incident waarbij een personeelsfeestje, geloof ik, was, waarbij meerdere medewerkers ook tijdens het personeelsfeestje drugs zouden hebben gebruikt. Nou, dat komt natuurlijk in een kliniek aan het licht en vervolgens worden die mensen ontslagen, terecht natuurlijk. Maar ja, dat geeft toch ook wel te denken. Nu zegt de directie van er is altijd sprake van een relatie, je moet als therapeut een persoonlijke relatie opbouwen en soms gaat dat te ver. En dat gebeurt ook wel in andere klinieken. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat klopt. Dat gebeurt ook in andere klinieken. Nee, zeker. Ook in dezelfde mate? Nou, dat denk ik niet. Ik heb het idee dat het bij de Woensdagse Support echt structureler is. Dat het personeel, wat je zegt, ook chantabel is. Waardoor je dus in dergelijke situaties terechtkomt met patiënten. En waardoor dus het ook mogelijk wordt voor patiënten om bijvoorbeeld drugs via die medewerkers naar binnen te laten smokkelen. Of zelf drugs naar binnen smokkelen. En vervolgens, als een medewerker daarvan dan dreigt er wat van te zeggen, zegt jij hebt ook dit of jij hebt ook dat gedaan. Dus in die zin ligt het in deze kliniek nog wel weer iets zwaarder dan in de andere kliniek. De naam de Woensdagse Support komt vaak bij u voorbij in gesprekken en andere zaken. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed. Kijk, ik zeg de Woensdagse Support staat onder controle nu. En wat ik zelf op dit moment heb begrepen van een cliënte van mij,
is dat ze nu eigenlijk het tegenovergestelde aan het doen zijn. Hè. Dus ze zijn nu zeg maar alles aan het controleren. Waarbij het zelfs gaat over de olijfolie die gebruikt wordt voor het koken. Weet je, die mag niet op de groep staan, want mogelijk dat daar, ja, weet ik veel, drugs of wat dan ook in wordt gestopt. Dus je zou kunnen zeggen, de Woenselse poort is bezig met verbetering. Dat zou je zeggen, ja. Maar volgens mij is het zo dat er nog steeds, dat de drugs nog steeds naar binnen komt. Dus de vraag is dan hoe dat dan vorm kan geven. Nou ja, goed. Ja, wat het op dit moment lastig maakt, denk ik ook, en dat is denk ik ook het probleem van de directie, is dat de kliniek natuurlijk onder grote druk staat. En dan zou wel eens sluiting kunnen dreigen. Nou ja, en dat betekent natuurlijk dat er arbeidsplekken verloren gaan, en wel onder de directie zelf. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je als directie ook kiest dan voor een soort van doofpotklimaat. En dat zie je ook terug in de geschiedenis, ook in het kader van andere klinieken, waarbij gewoon incidenten onder de pet werden geschoven. Nou, de Woenselse poort is wat mij betreft een stuurloos schip, waarbij de personeelsleden onbekwaam of onervaren zijn. De patiënten smokkelen drugs naar binnen of terroriseren de boel, de directie. Die maakt er een doofpotcultuur van. En het zou mij niet verbazen dat dit stuurloze schip langzaam aan het veranderen is in een zinkend schip. Dus sluiting. Ja. Is dat de enige optie wat u betreft? Wat mij betreft zou dat, als er op korte termijn geen verbeteringen plaatsvinden, zou dat wat mij betreft de enige oplossing zijn. Gaat u zelf nog zaken aanhangig maken bij de Woenselse poort? Nou, ik ben dus op dit moment bezig met een zaak van die patiënt van die longontsteking. Wat nog wel aardig is om daarover te vertellen in het kort, is dat ik stukken heb opgevraagd, het medisch dossier heb opgevraagd bij de kliniek over deze patiënt, en dat ik tot op de dag van vandaag dat medisch dossier nog steeds niet heb gekregen. En dat ze me dat eigenlijk ook niet wilden verstrekken. Pas toen ik over jurisprudentie begon, waarbij het zeg maar inderdaad mogelijk was om met toestemming van de patiënt een medisch dossier te krijgen. Maar toen kreeg ik uiteindelijk een behandeldossier en nog steeds geen medisch dossier. Gebeurt dat ook bij andere klinieken als u dat vraagt? Nee, dan krijg ik meteen, binnen 2 dagen had ik het medisch dossier. Dit probleem is ook iets wat andere advocaten tegen ons zeggen inderdaad. Ja. Ja, nee, dus wat je heel duidelijk ziet is dus blijkbaar een beleid wat erop gericht is om zoveel mogelijk te traineren. En blijkbaar heeft de Woenselse poort hun zaakjes niet op orde. En blijkbaar willen ze ook geen openheid van zaken geven. En ja, op het moment als advocaat, op het moment dat je merkt dat een kliniek geen openheid van zaken wil geven, ja, dan duik je de nog dieper in natuurlijk.